Goh, zo wees nummer, ja. Ik vind ook echt dat hij was hier vorige week. Hè? Dat was nogal vaak. Dat was niet normaal. Die was gewoon allee, bij ons op de speelplaats, juf Leen. Hoe zot is dat niet? Nee, maar hij wist het ook niet. Nee, hè, ik wist het echt niet. Ja. Dus ja, ze gingen bij mij komen filmen voor Catnet rond de week tegen pesten. Maar wij mochten niet buiten uit onze klas. En plots komen we weer buiten en staat Camille daar. Echt, ik ben er nog altijd niet goed van eigenlijk. Ik snap het. Het was super. Ja, het is echt het officiële lied van de Stippetweek tegen pesten. Ja, ja, dus, ja. En wij waren de allereerste in heel Vlaanderen die het gehoord hebben. Ja, mega zot. Ja, ja, dus nu moeten we wel de week tegen pesten, moeten we extra ons best doen, toch? Inderdaad. Ja. We kunnen niet anders dan dit jaar de week tegen pesten op onze school een mega knaller ervan te maken. Hoe gaan we dat doen? Jullie krijgen per klas een Stippet poster. Ja, jullie zien wel, de stippen zijn nog een beetje leeg. Maar die stippen, die kunnen jullie verdienen. Hè? Jullie kunnen eigenlijk 4 stippen verdienen door allerlei activiteiten te doen rond het thema pesten. Dat kan een spel spelen rond vriendschap of rond pesten. Dat kan zijn door naar een film te kijken. Dat kan zijn door allerlei andere activiteiten te doen. Hè? Jullie juf of meester krijgt een hele lijst met activiteiten die jullie kunnen doen om zo die stippen te kunnen verdienen. Is zo, hè? Gaan jullie nog iets doen? Wat doen we nog elk jaar in die week tegen de verkleedweek? Oh, top! Ja, ja. Die moeten we ook terug doen, hè? Ja, ja. Oké. Okay. Dus de laatste week voor de vakantie gaan we ons elke dag in iets anders verkleden. Hè? Jullie krijgen nog maar een brief mee met alle 5 de verschillende dingen erop. Wij zien het alvast zitten. Goed? Jullie ook? Bye!